Maar ik heb wel iets leuks net binnengekregen. Daar word ik wel happy van. Goedemorgen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog. Het is maandagochtend, maar nog even aan het losdoen en gedoucht. We gaan zo naar school en ik ben echt vandaag heel de dag overdag alleen. Sarah heeft overblijf en ik niet en die gaat naar school bij een vriendinnetje mee. Dan gaat ze spelen. Ja, je hebt er zin in. En dan gaat ze spelen en eten, dus pas daarna haal ik op. Dus ik heb wel een heel project voor mezelf verzonnen. Dat heb ik, ja, zo kwam het allemaal uit. Ik wil logeren. En, nou, je gaat niet logeren. Je slaapt wel thuis, maar je bent er verder wel naar school heel de dag. Ben aangekleed, deze top aan van Envy. Ik kom niet op te merken, maar mijn pantalon en mijn Guess sneaker wedges. En dan zo eerst snel even boodschappen doen. Best wel grote boodschappen doen. En daarna ga ik dan een extra video ook opnemen met wat ik ga doen. Die komt later online, dus daar vertel ik ook later meer over. Maar dat gaan jullie zien. Boodschappen weer gedaan. Die heb ik al opgeruimd, dat is heel heet. Dus ik denk gelijk de koelkast en de vriezer en alles in. Nu even eten, even een boterhammetje en een theetje. En dan ga ik die extra video opnemen. En dat hele project doen. Voor zover ik kom vandaag. Ik heb in ieder geval de tijd, dus dat scheelt. En even mijn camera nu leeg halen. Ondertussen terwijl ik eet, want anders heb ik denk ik niet genoeg ruimte. Dus dat. Even een momentje pauze. Even een rijstwafel en een beetje water. Ik heb me zo'n project op de hals gehaald. En dat vind ik ook helemaal niet erg. En ik hou er ook van om bezig te zijn. Maar het zou vandaag niet heel heet zijn, en dat is het ook niet. Maar met dit project, ik heb het zo verschrikkelijk warm. Dus even een rijstwafel en een glas water naar binnen werken en even beneden afkoelen. Want ik ben het boven aan het doen. Daar is het gewoon nog warmer en dan ga ik zo weer verder. Mijn video staat erop en ik heb even een zeldzaam momentje op beeld. Die te kleine lieve poes ligt lekker te knuffelen. En dat is echt nooit als ik film. Terwijl ze ligt echt vaak echt met het pootje en ze heeft ook okay, kusjes. Krijg een kusje. Je wat kusjes geven, hè? Kleine knuffel. Maar je laat je nooit zien, hè? Ja, hi. Kusje? Ze is zo lief. En ik voel me op dit soort dagen altijd best wel alleen. Ik hou er net van om alleen te zijn. Hé, hey, poes, mag ik bij? En dan krijg ik zo'n schattige foto net. Dus ze heeft het echt super naar de zin. Dus dat is helemaal leuk. Maar ik heb wel iets leuks net binnengekregen. Daar word ik wel happy van. Even kijken of de camera zo goed blijft staan ondertussen. Ik heb pakketjes. Dus die ga ik even unboxen. Dat is altijd leuk. Ik word altijd heel blij van pakketjes. Ik heb dus echt nog niks geopend. Dus ik ben heel benieuwd of het leuk is. Ik heb deze rok. Een rok van Envy. Deze heel lekker zomerstofje. Dus heel licht en beweegt lekker mee. En hij is high waist. Daar hou ik van. Hij lijkt elkaar wel een beetje oranje. Maar hij is roder eigenlijk in het echt. Dus en, ja, ik vind dit altijd van die hele fijne leuke rokken voor van de zomer. Hij is best lang. Even kijken. Hij valt echt altijd over de knie. Ik moet wel zeggen dat ik hem, als ik hem zo in mijn handen heb, vrij klein vind. Nou, het valt mee. Dus ik moet hem zo wel echt even passen. Ik hoop dat hij goed zit, want ik vind deze echt geweldig. En ik had niet zo heel erg veel rokken meer, dus ik vind hem echt wel heel gaaf. Dan deze.
Deze had ik gezien en deze vond ik echt heel tof. Ik heb heel lang niks meer van Replay. Heel lang niks meer van Replay gekocht. Maar ik vond deze zo gaaf. Dus er zit heel goed ingepakt. Het zijn sandalen. Deze hebben heel veel vriendjes. Dus die knoop je soort van om je been en die bewegen zo lekker mee. En dat vind ik altijd zo leuk voor de zomer. Dus dat zijn deze. Die moet ik ook zo echt even passen. En dan nog een derde pakketje. Ik kwam erachter dat ik eigenlijk niet veel... Ik heb wel heel veel sandalen, maar gewoon voor dagelijks even heen en weer. En dat had ik wat minder. Ik wil altijd toch wel met een hak. En dan toch wel dagelijks tegelijkertijd. Dus dat is soms best wel moeilijk om te vinden. Dus toen zag ik deze sandalen. Die vond ik ook wel heel erg leuk. Dit is gewoon echt, weet je, gewoon een goede hak. Toch wel hoog. Maar wel simpel en makkelijk. En ik heb wel zoiets, maar die... Ja, ik hou van die sandalen, maar die raken gewoon op. En daar kan ik eigenlijk geen afstand van doen. Dus ik vond deze ook wel heel tof. Alles nu even gaan passen. Hopen dat alles goed is. En dan ga ik ze erbij zetten in mijn kast. Nou, het is vandaag dus ook etenweekje. En ik lijk echt zo'n verstokte vrijgezel. Ik eet uit de magnetron in de airfryer vandaag. En dat doe ik echt bijna nooit, maar ik had echt geen zin om vandaag goed te koken. Dus ik heb aardappeltjes en bitterballen uit de airfryer. En ik heb boontjes uit de magnetron. Nou, bon appetit. Mijn maaltijd dan maar van vandaag. Sarah was uiteindelijk thuis, dus toen ging ik haar naar bed brengen en toen lagen wij even gezellig samen op bed. En toen ben ik met haar in slaap gevallen. Maar dat was op zich wel even heel fijn. Even gewoon lekker sapies. Nu ben ik beneden en ik moet echt nog inhalen met editen. Dus ik heb mijn laptop net aangezet en ik ga nu even thee zetten. En dan editen, inhalen. En ik heb natuurlijk vandaag 2 video's. Dus dat maakt dat ik nog even een extra video moet inhalen. Maar komt allemaal goed. Nu eerst thee. Klaar staat erop. Het is laat, dus ik ga lekker slapen. Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren en een duimpje natuurlijk. Heel verrassend wat ik vertel. En zie ik je morgen. Doei!